Dat wij ongeveer hier de jongste zijn. Ja, weinig studenten hier gezien. Ja. We zijn nog naar een presentatie geweest waarop ze met een samenwerking met ESA satellietbeelden gingen gebruiken. Ook om de verdamping te kunnen monitoren. Wij staan hier op de Waterinfodag en mijn naam is Jens Voetgraven. Ik ben 22 jaar en ik zit op Avans in Breda. Ik volg de studie Milieukunde. De studie is in het Engels, dus Environmental Science eigenlijk. En het is een internationale studie, dus we zitten denk ik met ongeveer, 10, 12 Nederlanders nog om de opleiding en de rest allemaal van heel de wereld. Dus mensen uit China, Duitsland, Denemarken, Zweden, gewoon eigenlijk over heel de wereld. En ik zit momenteel in het vierde jaar en wij lopen nu stage bij Waterschap Schelde-Strömen. Ja, ik ben Niels Koster, ik ben 23 jaar. En ik doe dezelfde opleiding als Jens. En wij lopen inderdaad stage bij Waterschap Schelde-Strömen. En dan voornamelijk zijn wij bezig met zoetwatermonitoring in de gemeente Tholen. Wij zijn hier naartoe gekomen ook als onderwerp van ons teamoverleg. En om een beetje te netwerken en inspiraties op te doen. Misschien dingen die kunnen helpen in de zoetwatermonitoring in Zeeland. Nu zijn we eigenlijk hier via Waterschap Schelde-Strömen. Ja. Toen wij dus op Avans zaten, of dus denk ik op andere universiteiten, en natuurlijk, daar praat ze niet echt heel veel over. Dus, ja, toch? Nee, klopt. Het is wel nooit van, er is een waterinfodag in Den Bosch, misschien is het wel handig om een keer een leuk of een keer een kijkje te nemen. En, ja. Ik raad ze zeer zeker aan om... Het is zeker een aanrader, een aanrader, want ik vind de organisatie is top. Het is informatief. Alles goed verzorgd. Goed verzorgd. Je legt heel veel contacten met verschillende bedrijven. Ja, en wij zijn ook onder andere al flink benaderd voor de mensen die stageplekken aanboden. Ja. Dus als je een stageplek zoekt, dan ben je hier op de goede plek. Zeker als je in de richting van water wil gaan. Ja, niet alleen stages ook, maar afstuderen. Afstuderen kan ook. Dus als je contacten zoekt, dan moet je hier wezen. Ja,